gedaan dan? Hij heeft er letterlijk ingehakt. En nu liggen er 3 repen in de koelkast. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en dat betekent dat het gewoon leven weer gaat beginnen. En ook voor mij. Ik ga vandaag een beetje werken. Ik heb sinds jaren weer een afspraak bij de fysio, want ik heb last van mijn nek. En ik ga jullie vandaag weer een dagje meenemen. Ik ben alvast begonnen met een theetje voor mezelf te maken. Met een dekentje. En ik ga zo een lekker ontbijtje maken voor mezelf. En dan ga ik beginnen aan deze dag. Ik heb een beetje trek gekregen. Dus ik heb even een appeltje gemaakt. In stukjes. Ik vind dat dus makkelijker eten dan zo uit je hand. Ik vind het wat naar als die stukjes zo tussen je tanden blijven zitten. En dan ben ik daar heel lang mee bezig. En misschien herkent niemand dit nu. Maar ik vind dat heel vervelend. En ik heb een Rocky rijstbar. Het is gewoon een soort rijstwafel in een reep geperst. Met kokos eroverheen. En het is echt heel lekker. Dus dat ga ik even opeten en dan ga ik even verder werken. Zo, ik heb lekker gewerkt. En nu is het tijd voor lunch, want ik heb honger. En het is nu een uurtje of 2 en ja. Ik heb deze boterhammetjes alvast uit de vriezer gehaald. Dus die ga ik nog eventjes in de oven doen. En dan lekker lunch voor mezelf maken. Super benieuwd hoe dat gaat. Ik heb altijd het beeld dat je moet sporten bij de fysio. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Maar dat heb ik allemaal niet bij me. Dus ik hoop dat het goed is. Fietssleutel vergeten. Oh. Ik zit even buiten bij de fysio. Want ik moest echt bijkomen hoor. Ik ben ook helemaal rood en warm en alles tintelt. Dat was wel even heftig, maar het was wel goed. Er is echt van alles gekraakt en veel gedrukt op waar ik pijn had natuurlijk. Maar met goede oefeningen en wandelingen gaat het wel goed komen. Maar ik moet er nu echt even van bijkomen. Ik ga nu even een koffietje halen ergens denk ik. En even wat lekkers, eventjes relaxen. Inmiddels ben ik thuis.
is het 5:30 ongeveer met boodschappen. En als het me lukt, wat ik in mijn hoofd heb om te maken, oh, dan gaat het echt heel lekker worden. Wel moe ook hoor, van vandaag. Ik weet niet zo goed hoe dat komt. Ik denk dat de fysio er toch ingehakt heeft of zo. Letterlijk, hij heeft er letterlijk ingehakt. Lekker, Thijs. Licht aan. Bam. Zo. Even iets snacken of zo. En dan ga ik zo aan het eten beginnen. Ik weet niet wel. Oh ja, ik heb echt iets lekkers. Een mini borrelplankje. Voor alleen mij. Ik vind borrelen ook echt zo'n fijn moment. Altijd. Voordat je de avond ingaat. En eventjes zitten. Relaxen. Iets lekkers, kleins eten. Ja, rustmomentje of zo die je dan inbouwt. En borrelen heeft altijd zo'n fijne setting of zo. Ja, wat ik dus wil maken. Ik heb echt zo'n professionele hoek gevonden voor als ik sta te praten in mijn keuken. Het is wel een beetje een gek hoek, maar het is oké. Ik wil dus heel graag zoete aardappelfrietjes maken. Heb je ook wel eens dat je zo'n periode heel erg behoefte hebt aan, ja, een bepaald soort voedsel of zo. En ik heb dat dus nu heel erg met zoete aardappels. Ik wil alles. Zoete aardappels stamppot, zoete aardappelfrietjes. En nu ga ik dat dus proberen zelf te maken. Want volgens mij is dat dus niet zo moeilijk. Met een saladetje erbij en een burger. Ja, ik denk dat het wel wat wordt. Oh ja, met truffelmayonaise. Daar heb ik ook echt zin in. Kijk nou, het lijkt wel een kookprogramma. Nou, niet overdrijven. Heb ik gisteren al gegeten. Die vond ik dus bij de Jumbo. Een falafelburger. En ik vond hem heel lekker. Dus die doe ik vandaag gewoon erbij. Ik vind dat die wel bij dit gerecht past eigenlijk. Mayo is ook lekker. Ja. Goed gedaan dan. We gaan even kijken of ik een toetje bij elkaar kan sprokkelen of zo. In de keuken. Oh ja. Ja, ik dacht dat ik een droombaan had. Maar het bedrijf waar mijn vriend werkt, die heeft een samenwerking met Tony Chocolony. En nu liggen er 3 repen in de koelkast. Oh. Die wil ik. En ik heb hier een mango die er misschien al iets te lang in ligt. Maar ik ga het toch proberen. Het is ook wel bijzonder of zo. Want tijdens mijn eetstoornis had het echt niet op een relaxte manier al die repen chocola in mijn koelkast kunnen liggen. En nu maakt het niet meer uit. Ja, heel lekker en fijn en ik word er blij van. Maar gewoon op een gezonde manier of zo. Dus dat is wel fijn.
Dat is een fijne verandering en dat kan dus helemaal. Dan krijg je chocola cadeau en dan is het ook nog eens karamel zeezout. Oh, en de mango is echt nog helemaal goed. Hij is eigenlijk perfect. Lekker. Zo, ik ben echt super moe. En het is ook het einde van de dag. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om een dagje met me mee te gaan. En te kijken wat ik allemaal eet op zo'n dag. En ik vond het wel weer heel leuk. En als je tips hebt of vragen of suggesties of wat dan ook. Ja, laat het vooral weten. En ga ik nu lekker slapen. En ik zie jullie weer in de volgende video. Doei!